Oké, we hebben het eerste van vele eieren van vandaag die uit gaan komen. Wat komt er uit deze? Het is een 5 kilometer ei en er komt een Beltoy. Oké, dat is niet wat we willen, maar ja. Weet je, het is een goede setup om door te gaan naar de intro van de video. Let's go! Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Pokémon Go. Vandaag hebben we gewoon een hele hoop eieren die uitkomen en hier en daar een paar leuke Pokémonnetjes. Maar vooral zullen het eieren zijn, want we hebben deze week natuurlijk al eerder een Pokémon Go video gehad, de Mew Guide. Mocht je het nog niet gezien hebben, check hem vooral. Dan gaan wij door naar deze Seedot ondertussen. Deze Seedot is een 100% Seedot, vandaar dat ik hem ook ga vangen met een Golden Ras. Want ja, deze wil ik gewoon graag hebben, 100% Pokémon, zo heet je, altijd bijzonder. We pakken onze ultrabal, huppatee, we gooien onze curve. Vangen wij deze 100% Seedot. 1, 2 en 3. Yes, we hebben al 100% Pokémon erbij. Altijd leuk om te hebben, weet je. 100% shinies zijn leuk om te hebben. Sommige nuttiger dan andere, maar toch wel, ja, ik ben er best wel tevreden mee. Een CP 405, niet shiny, 100% Seedot. Best wel hoog level ook al. Kunnen we er een mooie shifty van maken ooit een keer. Laten we lekker doorgaan ondertussen naar het volgende ei. Laten we hopen dat hier een shiny uitkomt uit dit ei. Of een Pokémon die we nog nodig hebben. Eigenlijk Azurill of een shiny. Want veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Ja, Larvatars of Beldums of zo zijn altijd nog steeds leuk uit eieren. Ook al hebben we ze niet nodig. Het was in ieder geval een Nospest. Dus geen bijzonderheden. We hebben een Dratini uit deze. Het is een 10 kilometer ei. Dus beter dan Sudowoodoo of wat dan ook wat eruit kan komen. Ik ben best tevreden met Dratini, want we kunnen hem altijd gebruiken voor het uppen van Dragonite. Dan hebben we nog een 5 kilometer eitje wat uitkomt. En wat komt er uit deze? Een Elekid, helaas is die niet shiny. Was leuk geweest als we een eerste shiny binnen zouden hebben. Misschien later deze video, we hebben nog eieren genoeg te gaan namelijk. Hier hebben we namelijk het volgende 5 kilometer ei alweer. Hier komt een Makuhita. Prima, weet je, Makuhita is een... Ik weet dat een leuke naam hebben voor Pokémon trouwens. Makuhita is een beetje een andere naam om uit te spreken eens een keer. We hebben nog een 2 kilometer ei. Deze keer is de Pusiana. Helaas ook niet shiny. Was leuk geweest als die shiny was geweest. Nu we het toch over shinies hebben. Er is iets in de code gevonden. Dat betekent dat er waarschijnlijk deze dinsdag een groot Kanto event gaat beginnen. Dat is al aangekondigd. Maar dat tijdens dit Kanto event elke generatie 1 Pokémon shiny kan zijn. Dat is... een vermoeden, dat is in de code gevonden in ieder geval. En degene die dat gemeld heeft, heeft het bijna altijd goed gehad tot nu toe. Dus ja, wie weet. Is ook dezelfde persoon die gebroken heeft toen dat de shiny spookjes eraan kwamen. Oké, nou we hebben nog een 2 kilometer ei. Laten we hopen dat we nu een keer die shiny hebben. Het is een gewone Wynaut, helaas. Het is niet de shiny die we al zo graag en zo lang willen hebben. Ik bedoel, het zijn een beetje... Het is leuk om te hebben. Het zijn hebben dingetjes, weet je. Laat me trouwens weten in de comments. Hebben jullie al shiny baby's? En hoe ver jullie zijn met je questen voor Mew? Want dat vraag ik me eigenlijk wel af. Want ik kan zelf natuurlijk vrij snel binnen. Omdat ik echt non-stop ben aan het spelen. Maar hoe gaat het voor een wat normale speler? Die niet zomaar hardcore speelt en niks anders te doen heeft. Oké, we hebben een Tyrogue. Prima. Dan hebben we nog gepraat over een EX-Raid. Dat is nog een tijdje geleden. We hebben nog een 2 kilometer ei wat uitkomt. Laten we hopen dat hier dan een keer wat moois uitkomt. Wat we nog goed kunnen gebruiken. Nog een Tyrogue. Ja. Daar komen we niet ver mee, hè? Daar komen we helemaal niet ver mee. Laten we kijken naar de volgende. We hebben hier namelijk gewoon echt heel veel eieren op dit moment. Dit keer is het een Eevee. Eevee is altijd leuk uit je eieren. Vraag maar aan reversal. Die zal het je heel hard rip headphone users naar je toe schreeuwen. Eevee is leuk. Ja, op naar de volgende Pokémon. En dat is... wat komt er uit dit 2 kilometer ei? Wat komt eruit? Het zijn eigenlijk al mijn eieren ongeveer van de Extravaganza die ik nog niet op video had uitgelopen. Zijn er dus een hoop. Kunnen dus ook nog dingen uitkomen als Torchics en noem het maar op. Uit dit 2 kilometer ei, laten we kijken wat hieruit komt. Is ook nog steeds Extravaganza. Het is een Mareep. Mareep is prima, weet je. Is voor het Community Day Event wat aankomende zondag gaat beginnen. Mareep candy zijn daardoor wel nuttig. Laten we hopen dat er uit dit 2 kilometer ei dan eindelijk een shiny komt die we zo graag willen hebben. Het is een gewone Pichu, dat is nou weer jammer. Niet eens met een muts of wat dan ook, nee, het is een gewoon normale doodzaaie Pichu. Geen shiny, helemaal niks bijzonders aan. Nou, is nou jammer. Laten we hopen dat er dan uit het volgende ei wat beters komt. Het is een Cleffa. Ik was er blij mee geweest toen ik al die baby's nog moest met dit event. Want ik had echt... Uit dit event heb ik zoveel baby's weten te krijgen. Het is echt absurd. Wat komt er uit dit 2 kilometer eiland? We hopen dat hier dan wat goeds uit komt. Een Beldum. Beldum is op zich best wel prima, weet je. Prima. Word ik best wel blij van om die uit een 2 kilometer uit te krijgen. Dus trouwens, het Latias is vrijgekomen in Nederland. Mocht je hem nog niet hebben gespot, ga vooral even rondkijken naar de 5 sterren eieren. Daar komt Latias namelijk uit. Je hebt ongeveer 5 mensen nodig om hem te verslaan. Ja, 5 mensen van boven level 30 dan. En dan komt het wel goed. Dan hebben we een smoesje. Nog meer baby's, 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 baby's. Wat komt er nu? Wat komt er nu? Wat komt er nu? Wat komt er nu? Nog een ei. We blijven zo aan de slag met die eieren. Wat komt er uit deze? Een Vierbass. Oké, Vierbass is prima. Vierbass is goed voor de candies ook. Voor als we nog een keer een Milotic zouden willen maken, moeten we eventjes 20 kilometer gaan lopen met een Vierbass. Maar dan hebben we er ook wel weer een. Wat komt er uit deze? Nog een Aron. Jee. Waarom al die Arons? Zo onnodig. Wat komt er uit de volgende? Is weer een 2 kilometer ei. Kom op, geef me de shiny. Geef me de shiny. Geef me... Of een Azurill, dat is ook leuk. Yes! We hebben een shiny Wynaut. Yes, yes, yes. Eindelijk, we hebben onze shiny Wynaut. Onze eerste shiny baby hebben we binnen. Dat is geweldig. Die hadden we nog niet, dus daar ben ik best wel blij mee. Een van de eerste waarschijnlijk ook binnen onze groep, dus top. Shiny baby's, altijd leuk natuurlijk om te krijgen en om te hebben. Maar ja, het zijn hebben dingetjes, verder ook niet. Hebben we nog een Beltoy. Hadden we in het begin van de video hadden we nu ook al een Beltoy. Ik hoef ze verder niet, dus ja. Lekker door naar de volgende. 1, 2 en... Een Slackhoff. Oké, Slackhoff is best wel nice. Gewoon voor de candies, weet je. Kom er maar uit 10 kilometer eieren, dus dat is al een groot voordeel. Dat we hem nu zo hebben. Ja, ik ben er best wel blij mee. En wat is het volgende ei wat dan uitkomt? Want het zijn echt jongens, zoveel eieren als dat ik heb moeten uitlopen. En ik heb het allemaal moeten doen met normale incubator. Hè? Ik heb niks kunnen doen met de special incubators of extra incubators. Dus ja, Shroomish is dan best zeldzaam op zich. Dus ben ik best tevreden mee. Ik bedoel, ze zijn te hunten, Shroomish. Als je een nest weet te vinden, heb je er meestal best wel snel genoeg. Barboach. Ja, Barboach, daar word ik dus niet blij van. Dat was een van de grootste nadelen met dit event, de Barboach. Vind ik zelf dan. Hebben we nog een 2 kilometer ei dat uitkomt. Dus trouwens, als je je Pokédex nog niet af had, dit event was echt geweldig. Het was super easy om je Pokédex af te maken. Een Aron, een mooie blauwe Aron. Top, 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 top. Dan hebben we nog een 2 kilometer ei. Wat komt daar dan weer uit? Het is een... nog een normale Pusiana. Helaas weer geen shiny. Ik wil graag nog meer shinies. Mag dat? Het hebben van shinies is gewoon leuk. Dus vandaar. Maar ja, als dat generatie 1 event gaat beginnen, dan zul je waarschijnlijk heel veel generatie 1 overal zien zitten. Dus dan hebben we best wel grote kans dat we nog hier en daar wat shinies eruit kunnen plukken. Beetje jammer alleen dat als echt alles shiny is, want dan was Balbazar echt een complete verspilling van een Community Day event. Want die zou dan anders alsnog nu shiny zijn. Dat is een beetje het vraagteken wat ik erbij zet. En natuurlijk dingen als shiny Dratini, was ook generatie 1 Dratini. Oh, en dan heb ik hier nog wat dingen van de field research. Ik heb 3 Pokémon zometeen die geclaimd konden worden door het doen van field research. En ja, daarvan wilde ik ook even laten zien. Je kan er Pokémons van krijgen. Al deze Pokémons die je hiervan krijgt zijn best wel goede IV's. De laagste die ik tot nu toe ben tegengekomen is 82 of 84 geloof ik. Dus het zal wel net zo zijn als met de raid bossen dat het laagste iets van 66% is. Maar dan moet je echt super veel pech hebben wil je dat voor elkaar krijgen. Nou ja, dat is de eerste in ieder geval. Die hebben we binnen. Exeggcute is een optie. Exeggcute is op zich een best wel goede optie. Want Exeggcute is nog steeds een van de betere Pokémons die je nog steeds kan hebben. Vooral als je nog een vrij vroege speler bent. Dan hebben we hier een Ekans. Huppatee, Ekans. We gooien onze Great Curve. Die hadden we ook nog nodig voor een van de andere challenges. En dan vangen we gewoon Ekans. Ekans heb je weinig aan. Arbok heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus ja, een beetje jammer. En dan hebben we de laatste, maar voordat we die gaan vangen zeg ik alvast, als jullie genoten hebben van deze video, laat het weten met een like, liever een comment, natuurlijk het alles met een subscribe. En dan gaan we kijken of we een Pinsir kunnen vangen. Pinsir, een van mijn, toch wel dankzij Pokémon Go, favoriete Pokémon geworden. Verder vrij waardeloos, maar we kijken wel of we hem kunnen vangen. Huppatee, we gooien een Great Curveball. En dan hebben we hem dan. Dan is het 1, 2, 3. Huppatee, die hebben we gevangen. Zie jullie bij de volgende video. Doei!